Oké, ik denk dat het langzamerhand tijd is om te beginnen. As you have noticed, this webinar will be in Dutch, but we asked the speakers to create their slides in English. So when you have a decent understanding of Dutch, you should be able to follow the discussions. Maar ik ga nu verder in het Nederlands. Zoals net al opgemerkt, maar voor de laatkomers nog eventjes, deze webinar wordt opgenomen. Dus houd daar rekening mee. En ja, en mocht je daar problemen mee hebben, dan kun je je camera bijvoorbeeld uitzetten. Ja, we hebben een aantal sprekers om de discussie in te leiden. Na afloop van de presentatie zullen we één of twee verhelderende vragen, daar zullen we ruimte voor geven. Maar de echte discussie waar het eigenlijk om gaat in deze meeting willen we in de tweede helft doen. Maar we willen jullie wel aanmoedigen om, als je al discussie-items hebben naar aanleiding van de presentaties, om die alvast in de chat te zetten. En we kunnen zelfs al beginnen met een discussie in de chat en die zal ik daarna in de verdere discussie eruit lichten. We hebben ook een aantal vragen nog die we erin willen gooien. Dus het zal een mengsel zijn van open discussie naar aanleiding van de presentatie en wat voorbereidende vragen die de organisatoren hebben. En ik wilde allereerst maar eens even beginnen met Wieroen Niessen. Die zal een korte inleiding geven van Helverij en waarom we deze meeting überhaupt hebben en wat het belang van Helverij is bij het onderwerp van deze meeting. Wiero. Ja, dankjewel Jan-Willem. Jullie zien mijn slides? Ja, dus ik ben Wieroen Niessen, ik werk aan het Erasmus MC en TU Delft, maar ik ben hier omdat ik ook in het bestuur zit van Helverij. En zoals jullie allemaal waarschijnlijk weten, heeft Helverij dit jaar een groeifonds honorering gekregen. Dat is voor ons heel belangrijk. Helverij is een initiatief waar we natuurlijk al een aantal jaren mee bezig zijn. Maar het zal nu heel duidelijk in een versnelling komen door de impuls die we krijgen vanuit het groeifonds. En wat willen we gaan bewerkstelligen met Helverij? We willen in Nederland eigenlijk, dat is de stip aan de horizon, kunnen leren van alle data die verzameld worden, die iets kunnen zeggen over onze gezondheid. En daarmee gezondheid en gezondheidszorg verbeteren. Dus we focussen ons op het hergebruik van data voor onderzoek en innovatie. Als je kijkt dan naar wat we willen bouwen, is aan de ene kant een hubfunctie, maar dat is een lean en mean hub. En dat is met name om één portaal te bieden en afsprakenstelsels te maken. Maar heel veel van het werk gebeurt in regionale nodes. Nou, het werken in het Helverij is eigenlijk in drie belangrijke takenpakketten. Eén is alles wat eigenlijk te maken heeft met de ethische, juridische en wettelijke kaders van hergebruik. Dus we zijn heel duidelijk met de wetgever en met andere instanties in gesprek om eigenlijk de randvoorwaarden om data zo goed mogelijk te kunnen gebruiken. Denk aan het kunnen koppelen van data, denk aan het consent rond het gebruik van data, om dat goed te regelen. Het tweede stuk is echt de backbone, het bouwen van een gefedereerde gezondheidsdata-infrastructuur. Met het feit dat lokaal data zodanig wordt verzameld en opgeslagen dat het herbruikbaar is en dat het ook gekoppeld kan worden. En ten derde een uiteindelijke loket waarbij partijen, en dat kunnen gebruikers vanuit academische instellingen zijn, maar ook andere onderzoekers of ook bedrijven, één loket hebben ten behoeve van hun datagedreven gezondheidsonderzoek. Nou, voor ons is COVID een hele belangrijke leerles geweest en we hebben specifiek gewerkt aan het bouwen van een COVID-portaal. Het idee van het COVID-portaal is dat data van patiënten met COVID zo goed mogelijk wordt geharmoniseerd aan de bron. Dat die gegevens doorgegeven worden aan een portaal, zodanig dat we een catalogus kunnen creëren. En op die manier onderzoekers die data willen opvragen kunnen helpen bij het vinden van collecties. En in feite is dit een beetje een blauwprint nu geworden voor de manier waarop we nadenken over een gefedereerde nationale infrastructuur. Waarbij we gewoon breder gaan dan COVID en ook breder dan op dit moment de UMC's die zijn aangesloten. Dus een heel belangrijke backbone van dit geheel is natuurlijk het op een goede manier zorgen dat data volgens nationaal en internationaal afgesproken standaarden klaargezet worden.
zodanig dat je ze gemakkelijk kunt combineren met data van andere instellingen. En dit is eigenlijk een van de drie belangrijke zaken die we willen ontwikkelen binnen HealthAI en waar we nu eigenlijk plannen voor ontwikkelen. 1. De data verification, dus het vermaken van data bij de regionale nodes. Daarnaast, als dat zo is, als we die data ver hebben gemaakt, zorgen dat er een mechanisme is om die data te doorzoeken, ze op te vragen en dat er een duidelijke governance is wie onder welke voorwaarden die data kan gebruiken. En dan uiteindelijk, als je die data opvraagt, dat die in een omgeving gezet kunnen worden, zodanig dat je ze makkelijk kan analyseren of dat, of dat je er bijvoorbeeld gefedereerd bij kunt volgens de personal health train. Nou, in dit licht, in deze ontwikkeling, is deze workshop natuurlijk van groot belang, met name over het vermaken van de data bij de regionale nodes. Uiteindelijk is de backbone van de infrastructuur. We moeten zowel data, bestaande data, maar ook data die verzameld worden, in toenemende mate op de juiste manier verzamelen of mappen naar afgesproken standaarden, zodanig dat we daadwerkelijk die gefedereerde nationale gezondheidsdata infrastructuur kunnen bouwen en op een veel grotere schaal onderzoek kunnen doen en ook innovatie kunnen bewerkstelligen. Dus dat is mijn inleiding. Helaas kan ik er vandaag maar beperkt bij zijn. Maar ik wil alleen maar graag het enorme belang van data verification. Want voor ons is dat toch echt de basis van het bouwen van een lerend gezondheidszorgsysteem. Waar we de data kunnen gebruiken voor allerlei typen gezondheidsonderzoek en innovatie. Dus hierbij wilde ik het even laten. Ik geef jou graag het woord terug, Jan-Willem. Ja, dank je voor deze mooie compacte presentatie, zodat we lekker nog in de tijdschema zitten. Er is dus ook wel ruimte voor één of twee vragen. Is er iemand die naar aanleiding van deze inleiding van Wiero iets wil vragen? Ik zie geen handjes. Dus of het was helemaal duidelijk of je hebt iedereen helemaal verpletterd met een overvloed aan informatie. Misschien mag ik nog een kleine vraag. Oh ja, nou ja, daar zie ik een. Nou komen ineens de vragen. Ik zie Aletta. Ja. Eén vraag van mij is, krijg je bij de poort al een informed consent van de patiënt om deze zaken, wat je net verteld hebt, om dat met zijn data te mogen doen? Laten we zeggen, ik zit in het veld van de oncologie. Ik wil een hoop patiënten die oncologie doen, wil ik de biomaterialen en de patiëntgegevens bij elkaar zetten. We hebben in Groningen, waar ik vandaan kom, bij de poort iedereen informed consent of ze dat willen doen. En dan komt het ook in het EPD. Is dat nu ook in Nederland zo geregeld binnen dit project? Nee, dit is juist een discussiepunt met VWS, hoe we dat precies gaan inrichten. Als je bijvoorbeeld kijkt rond COVID, zijn er wel stappen gezet om tot een uniforme consentprocedure te komen. Dus daar hebben de verschillende UMC's dezelfde consentprocedure opnieuw op dit moment geadopteerd. Maar we moeten zeker nog stappen zetten richting hoe we meer generiek. Want het stip aan de horizon is inderdaad eigenlijk een lerend zorgsysteem waar je van alle data zou willen leren. Waarbij je weet dat het volledig anonimiseren van data, als het überhaupt mogelijk is met een bepaalde type data, misschien niet mogelijk is. Dus een meer generiek consent is een van de actiepunten. En wat wel interessant is, is dat bij de toekenning van de innovatiefondsmiddelen, De Groeifondscommissie die ons voorstel beoordeeld heeft, ook expliciet heeft aangegeven, wij willen dat VWS zich ook committeert om samen met jullie dit punt te adresseren. Dus als onderdeel van de toekenning van het Groeifonds heeft niet alleen HealthAI, maar ook het ministerie van VWS de opdracht gegeven om dit soort dossiers uit te werken, om te kijken hoe we dit eigenlijk wat generieker kunnen inrichten. Omdat het nu toch eigenlijk nog steeds erg op ad hoc en op studiebasis of op instituutsbasis gebeurt en er niet een generieke richtlijn is. Je noemde net anonimiseren, pijnlijk punt. Als je het anonimiseert, kun je er niks meer mee. Dus je wil het gaan koppelen later, je wil allerlei dingen mee doen, dan is dat misschien een andere term
Waarmee je toch zeg maar met identifiers zaken aan elkaar kunt koppelen. Ja, nee, in onze meeste gedachten gaan we uit van gepseudonymiseerde data, omdat we inderdaad eigenlijk continu ook in longitudinale studies data willen blijven kunnen toevoegen. Ook. Ja. Dankjewel. Aletta, jij had ook je hand opgestoken. Ja, Aletta de Bernardi, directeur, nog niet zo heel erg lang trouwens, van Palga. Ik zag Palga ook al staan bij de National Registries. Nou, Palga is wel een beetje vreemde eend in de bijt. Dus ik zat me een beetje af te vragen wat effecten kunnen zijn van het feit dat Palga werkt met labs die deelnemen in Palga. Laboratoria of ik moet ook zeggen afdeling, dus pathologie, laboratoria en pathologie afdelingen. Waarbij de verwerkers verantwoordelijke rol dus bij een ziekenhuis of bij een pathologieafdeling ligt, of lab ligt. En wat de effecten dan uiteindelijk kunnen zijn, omdat je hebt aan de ene kant Palga die wellicht zegt, nou, we kunnen hiermee faciliteren, we willen hierbij aansluiten, dingen aanpassen. Maar wij zijn heel erg afhankelijk van wat de laboratoria hier van vinden en mee willen. Ja, ik denk dat het gewoon een feit is dat er al toch bij een groot aantal initiatieven al bestaat om data op nationale schaal te koppelen. En zeker als dat goed werkt, moeten we daar zeker gewoon mee doorgaan op dezelfde manier. Voor ons is het van belang om op het moment dat we misschien data in een HealthRight portaal zouden kunnen hebben, dat het interessant is om dat met data van dat soort initiatieven te koppelen. Bijvoorbeeld Palga. Dus dan moeten we gaan nadenken, kunnen we die data koppelen? Als ik kijk vanuit het perspectief van individuele instellingen, dan zie je dat er nu dezelfde data voor allerlei doeleinden naar bepaalde plekken toegestuurd worden. En zelf, ik heb daar wel een soort van visie op hoe je dat zou kunnen efficiënter zou kunnen maken. En ik wil graag die visie ook wel laten toetsen door de praktijk. Maar ik voorzie eigenlijk dat we meer en meer toegaan naar de situatie dat een regionale node, een UMC, een dataportaal heeft. Dat je zorgt in het dataportaal dat je je processen om data te pseudonymiseren en om te voldoen aan standaarden, dat je dat zoveel mogelijk lokaal op een goede manier inricht. En dat je van daaruit data kan gaan delen naar verschillende initiatieven. Dus dat je ook in staat bent om data zowel bijvoorbeeld via Palga te ontsluiten, maar ook in misschien een andere Europese samenwerking. Maar dat het hele proces van die data voorbereiden een eenmalig iets is. Dat is maar we moeten. Ik denk dat we zijn in gesprek met alle UMC's in de ontwikkeling van de regionale healthrise. Ik denk dat er heel veel expertise is in de individuele centra, juist door initiatieven als Palga, om al te voldoen aan een bepaalde mate van standaardisatie en verificatie. En eigenlijk willen we al die kennis zoveel mogelijk ook die regionale healthrise intrekken, zodanig dat dat niet allemaal parallele efforts worden, maar dat het onderdeel is van één geïntegreerde effort om data her te gebruiken voor allerlei, of te ontsluiten voor allerlei doeleinden. Betekent dan ook, wij zijn bijvoorbeeld bezig met de verkenning voor een digitale afgesloten onderzoeksomgeving. Betekent dat dan ook dat jullie gaan kijken naar dit soort type onderzoeksomgeving, zoals CBS natuurlijk ook al heeft, hoe dat beter op elkaar aansluit? In ieder geval een van die drie paden die wij bekijken is uiteindelijk ook op het moment dat je de data hebt kunnen zoeken en ze opgevraagd hebt en je bij de data governance doorlopen, wil je die data daadwerkelijk gaan bewerken. En wij voorzien eigenlijk twee type omgevingen. Eén, dat je inderdaad in een bepaalde werkomgeving waar je een aantal onderzoekers toegang toe hebben, de data beschikbaar maakt. Ik ken dan bijvoorbeeld de Andrea-werkomgeving die door een aantal UMC's is ontwikkeld. Andere is het concept waarbij je de data zodanig ver gemaakt hebt dat je er zelfs met een computerprogramma naartoe kan, omdat het computer interpreteerbaar is geworden. En dat je de data lokaal kan laten staan en de analyses kan gaan uitvoeren. Zeg maar het personal health train concept. Dus die twee omgevingen, die willen we wel bouwen bovenop die
structuur van FAIR data en het hele governance raamwerk. Misschien is het even goed om aan te vullen bij Aletta, Jeroen, Amsterdam UMC, ook op de afdeling pathologie, is dat waarschijnlijk hier ook twee dingen door elkaar gaan. Hè? Wat Wiro uitlegt is, data blijft bij de bron en kan uitgegeven worden voor meerdere zaken. En je hebt natuurlijk het proces van goedkeuren en aanvragen. En de vraag is even, als je straks een lokale nood hebt en je kan daar data aanvragen, of dan voor de afdeling pathologie het landelijke protocol moet worden gebruikt via PALGA, of dat je lokaal. Ik denk dat het twee verschillende dingen zijn en dat we daar misschien even moeten parkeren. En dat ik vond de discussie erg interessant en ik denk ook, ik merk ook duidelijk een behoefte nog tot wat verdere verduidelijking van de kant van Wiro. Maar ik ga nu wel even de discussie afkappen en of uitstellen eigenlijk tot na de andere sprekers. We hebben expres heel veel tijd ingeruimd voor de discussie, dus we kunnen er zo meteen nog even op terugkomen. Maar ik wilde eerst verder gaan met Rob, Rob Hooft. Rob is denk ik een van de pioniers van FAIR. Hij was volgens mij ook aanwezig bij de eerste workshop waar het hele concept FAIR ooit gedefinieerd is, bij het Dorens Centrum in Leiden. En hij heeft uitgesproken meningen over hoe je FAIR in de praktijk moet brengen. En hij gaat wat van die uitgesproken meningen met ons delen. Rob. Ja, nou, dankjewel. Ik moet altijd even vechten. Het kost me even tijd om mijn scherm te delen. Maar inderdaad, ik moest me al inhouden om hier tijdens de discussie niet meteen op te gaan treden. Want het is natuurlijk precies dat FAIR maken van die data aan de bron. Dat is echt de sleutel van het verhaal. Even kijken welk scherm ik met jullie deel. Er gebeurt iets. Nou zien we onszelf. Oké, dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Nee. Deze moet ik hebben. Kijken of die dat wil doen. Maar het is zo'n vertraging. Zien jullie nog steeds jezelf nu? Nee, nu zien we een of andere kleurige golf. Maar misschien dat het... Ja, daar komt hij. De kleurige golf? We zien nou de titelslide. De titelslide. Kijk, Collecting Data FAIR, Why and How. Dat is dus inderdaad het verhaal. Het waarom, daar hebben we eigenlijk al een klein tipje van de sluier opgelicht. Maar ik ga daar nog even iets dieper op in. En daarna ga ik iets vertellen over hoe je dat dan in de praktijk kan doen. Want de FAIR principes die zijn mooi gepubliceerd. Heel veel mensen hebben eigenlijk de paper nooit gelezen. Maar mensen gaan ervan uit dat ze wel weten wat erin staat. Maar als je er detailleer naar kijkt, dan is het nog best wel vaag, want het zijn echt principes. Dus we willen eigenlijk gaan kijken, wat moet je nou werkelijk doen als je je data FAIR wil maken? Dus dat is het the why and how wat ik ga bespreken. Ja, we hebben natuurlijk hier een groep mensen bij elkaar zitten die... die heel veel data produceren. We hebben, ik begreep dat mensen die vooral geïnteresseerd zijn in dit webinar, zijn mensen die cohort- en populatiestudies runnen. En we hoorden net al van PALGA. We willen allemaal dat die data zoveel mogelijk wordt hergebruikt. En daarom willen we die data zo bruikbaar mogelijk maken. Nou, dus hier staat het woord reusable in twee kleuren aangegeven. We hebben om data herbruikbaar te maken, moeten ze eerst bruikbaar zijn. Dat is even belangrijk. Nou, it happens to be dat reusable de vierde letter is uit FAIR. En ik spreek dus inderdaad over FAIR data. Die R is dus reusable, findable, accessible, interoperable en reusable is wat we met de data willen doen. En de bedoeling van FAIR is om niet alleen voor mensen, maar vooral voor machines die data herbruikbaar te maken. Analyses opschalen vereist dat we dingen gaan automatiseren, processen automatiseren en dus dat we het handwerk moeten minimaliseren. Nou, Jan-Willem die verwees al naar een meeting in 2014 waar die FAIR-principes zijn uitgedacht. Er was een 30, 40-tal mensen die daar aanwezig waren en er is nog een klein groepje bijgekomen en uiteindelijk waren er een stuk of 50 die in 2016 auteur zijn geworden van een artikel over die FAIR-principes. In principe zijn die vier letters
onafhankelijk van elkaar. Je kunt data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar maken. Maar toch is het een soort ladder. Je maakt eerst de data vindbaar. Dan zorg je ervoor dat ze ook toegankelijk zijn. Dan zoek je naar de mogelijkheid om ze interoperabel te maken. En pas dan heeft het echt zin om data herbruikbaar te maken. Als ik herbruikbare data bij mij onder in de la leg, dan hebben we daar niks aan. Dus dan heb ik die investering voor niks gedaan. Dus dat is toch een klein beetje, alle vier de letters zijn essentieel als we die data herbruikbaar willen maken. Nou, waarom willen we dat nou doen? Ik wil echt even in dit verhaal uitleggen waarom het nuttig is bij het verzamelen en aanbieden van die data al continu aan FAIR te denken. Daarna komen we tot die concrete suggesties hoe. En dat nemen we even door de letters heen. Maar eerst even, waarom moeten we dat nou continu doen? Nou, dit is een machtprachtige slide, een paar slides van Marco Roos uit Leiden. Die zegt, oké, we hebben bijvoorbeeld iemand die tussen twee ziektes een relatie zoekt. En die dus de data van die twee ziektes graag bij elkaar wil hebben. Nou, er zijn twee experts en die zeggen, ja, wij hebben die data wel. Alsjeblieft, hier heb je de data. Veel succes ermee. Maar ja, het probleem is dat geen van twee, zowel Japans als Russisch, kan ik niet lezen. En dat is al punt één. En punt twee, ja, die data, omdat ze in het, hier in het Russisch en het Japans zijn, zijn ze niet zonder meer koppelbaar. We kunnen natuurlijk van tevoren proberen om met elkaar af te spreken volgens welke data volgens welke standaard we de data gaan verzamelen. Dat kan en opslaan. En precies dezelfde standaard, dat is moeilijk vaak. Maar we kunnen ook best wel met elkaar afspreken dat we wel verschillende talen gebruiken, maar dat we daar een vertaling voor afspreken. In elk geval, of we het nou doen door dezelfde taal af te spreken of door een vertaling af te spreken, geldt altijd dat je heel veel metadata nodig hebt. Je moet die data ontzettend goed beschrijven voordat je zeker weet dat die herbruikbaar is. Als je dit zo doet, dan moet het voor iemand anders onmogelijk zijn om die data op de verkeerde manier te interpreteren. Dan ben je pas goed bezig. En als je dat over een langere termijn doet, dan gaat het er dus om dat iemand anders die jouw data moet gaan hergebruiken over 10 jaar ook die het nog niet fout kan interpreteren. Nou, daar is echt heel veel documentatie van de data voor nodig. En ja, dat kun je proberen achteraf te doen. Maar als je die afspraken van tevoren maakt, dan bespaar je je ontzettend veel tijd. Dus als we die datastandaarden maken en daar gewoon van ons van tevoren mee bezighouden, dus de data primair al FAIR maken, dan helpt het. Als we dat niet doen, en dat is natuurlijk tot nu toe, dan kun je eigenlijk heel goed aan de huidige stand van zaken zien wat er dan misgaat. En er zijn een paar artikeltjes hier waar ik even een paar zinnen uitgehaald heb. Een artikel van Peter Wittenburg, die beschrijft een paar referenties waar MIT en Crowdflower erachter komen dat ongeveer 79% of 80% van de tijd die data scientists bezig zijn met hun werk besteed wordt aan het homogeniseren van die data, het beschikbaar maken van de data, het, zoals ze noemen, data munging in het Engels. En recent is dit artikel uitgekomen van George Strawn, een van de auteurs van het internet, TCP/IP, heel lang geleden. Die schrijft over 75 jaar evolutie in IT. En die beschrijft dat ook, hè, diezelfde 80% van de tijd die nodig is voor data munging. En zegt, ja, dan is er dus maar 20% over voor de analytics. En de consequentie daarvan is, als wij dat data munging met een factor 2 kunnen verbeteren, hè, zodat we dan kunnen halveren hoeveel tijd mensen bezig zijn met het klaarstomen van de data voor onderzoek, dan hebben we 3 keer zoveel tijd nodig, mogelijk, over om die analytics te gaan doen. En dat is het belang van die data FAIR maken. Het werk moet natuurlijk nog steeds gebeuren, het documenteren en het begrijpen, maar als het gedaan wordt bij de bron, dan kunnen we echt bij de opvolging, die hopelijk meerdere malen gebeurt, als die data meerdere malen gebruikt wordt, kunnen we heel veel tijd besparen. Natuurlijk kost dat dus tijd, hè, maar heel veel data komt nou eenmaal van het combineren van data. En we zien gewoon dat er in de praktijk heel weinig standaarden gebruikt worden. Nee, dat is niet waar. Er worden best standaarden gebruikt. Er worden verschillende standaarden gebruikt. Er zijn veel te veel standaarden voor heel veel dingen. Het is ook zo dat sommige
bijvoorbeeld grote bronnen van data eigenlijk zeggen, ja, maar wat wij doen, dat is daarmee standaard. En dat is niet altijd de handigste manier om die data te gebruiken. Dus eigenlijk moet je toch wel met je gebruikers in overleg gaan om te kijken hoe dat werkt. Nou, ik even een klein praktijkvoorbeeldje pak. Natuurlijk een theoretisch praktijkvoorbeeldje, maar toch. We weten allemaal dat theory and practice in theory are the same, but in practice they're slightly different. Hier heb ik twee patiëntgegevens uit twee verschillende databases. De een die is op 23 september bij de dokter geweest, dat was een mannetje. En de tweede die is op 22 oktober 2019 bij de dokter geweest, en zijn vrouwtje. Nou, deze data kunnen we zo lezen. Dat is helemaal geen probleem. Al die velden zijn eenvoudig te begrijpen. Maar ze zijn niet programmatisch met elkaar te vergelijken. Want de sekscolumn, daar worden twee verschillende standaarden gebruikt. De datecolumn, daar worden twee verschillende standaarden gebruikt. Of niet standaarden. En als je dit probleem dan gaat uitbreiden naar 100 kolommen en 5 databronnen, dan heb je dus een typisch probleem. Dan kun je je voorstellen dat er meer dan een paar minuten in gaat zitten om dat met elkaar koppelbaar te maken. En uitzonderingssituaties kunnen dan heel veel tijd kosten. Denk bijvoorbeeld aan de verhalen over gennamen die door Excel in datums worden omgezet. Nou, leuk. Daar gaat die 80% van de tijd dus in zitten om dat soort fouten op te sporen en die koppeling perfect te maken. Nou, hoe doe je dat dan wel? Daar zijn standaarden voor. Er is een standaard voor een datum en dat is ISO 8601. 4 cijfers voor het jaar, een streepje, liggend streepje, 2 cijfers voor de maand, een liggend streepje, 2 cijfers voor de dag. Heel makkelijk door de computer te interpreteren. En een ISO-standaard, echt een grote standaard. Hetzelfde geldt voor de seksen. Daar is ISO-standaard 5218 voor en daar zeg je gewoon 1 en 2 in plaats van mannetje en vrouwtje. Ja, nou is het natuurlijk zo dat niet elke standaard precies voor jou geschikt is. Dus kijken we bijvoorbeeld naar die ISO 5128, dan staat daar dus alleen maar mannetje, vrouwtje en onbekend in. En de standaard zegt zelf ook al, voor medische en wetenschappelijke toepassing is dat niet altijd genoeg. Nee, dat klopt. Maar er zijn wel heel vaak veel standaarden. Dus het is wel zo dat er vaak iets te vinden is. En dan is mijn opdracht, maak zorg niet dat je er zelf een gaat maken, maar kies dan een alternatief. Kijken we bijvoorbeeld naar SlowMed CT. Die heeft hier een alternatief voor, zal ik laten zien. Maar schrijf vooral, en dat is dus het probleem bij die verkeerd mogelijk interpreteren over 10 jaar. Documenteer vooral bij je data hoe je dat gedaan hebt. Welke keuze je gemaakt hebt, welke standaard je gebruikt om die velden allemaal te encoderen. En ja, als je dan toch besluit om verschillende standaarden te moeten gebruiken binnen dingen, dan zijn vaak de standaards, de mappings tussen die standaarden, die zijn best bruikbaar. Dus als ik echt iets heb wat in ISO 5218 is gecodeerd en een andere die in SnowMed CT is gecodeerd, dan kunnen we mappings daartussen maken. En die mappings, omdat het tussen veel gebruikte standaarden zijn, die zijn ook wel herbruikbaar weer voor andere studies. Dus dat zijn dingen die ook weer maar 1 keer hoeven te gebeuren. Dat scheelt dan in ieder geval. Nou, dit zijn de 2 opties die ik even snel in SnowMed CT vond. Dus een hele hiërarchie over dingen die onder de biologische seks hangen en andere over gender. En ja, afhankelijk van wat je nodig hebt in je studie kun je daar dan gebruik van maken. Nou, dan hebben we eigenlijk met die voorbeelden al een klein stukje van het waarom overgeslagen naar het hoe. En nu wil ik dus inderdaad eventjes door het hoe meer lopen over de 4 letters van FAIR. Wat kunnen we praktisch doen om data bij de bron FAIR te maken? Nou, in eerste instantie dus vindbaar. Daar, als ik zo'n verhaal hou voor onderzoekers die zelf 1 keer een project maken, dan vertel ik ze dat ze een repository slim moeten zoeken. Maar hier is het duidelijk, de meeste van onze data die komt specifiek, van longitudinale studies en het werk wat wij doen hier, dat komt voornamelijk in een speciaal repository wat speciaal gemaakt wordt voor de studie, voor het werk wat er is. Dus dat is hier niet zo heel erg belangrijk. Wat wel heel belangrijk is, is om te zorgen dat daar persistent identifiers bij komen. Persistent identifiers die zorgen ervoor dat data altijd vindbaar blijft, zelfs als die mocht verhuizen in de toekomst. Het woord persistent identifier klinkt natuurlijk al persistent, dat is iets wat blijft. In de praktijk betekent dat, dat wordt soms afgekort als GUPRI, het is een globally unique, globaal uniek, identifier, wordt nergens anders, wordt er iets, diezelfde identifier voor iets anders gebruikt. Hij is persistent, dus over 20 jaar is hij ook niet hergebruikt voor iets anders. En hij is resolvable, en dat betekent dat er ergens een server te vinden is, waar als je daar die
identifier naartoe stuurt, dan zegt hij, oh, ik weet wat je bedoelt. En je dan verwijst naar de huidige plek waar het staat. Zelfs als die plek over 15 jaar is veranderd. Nou, dan is het heel belangrijk voor de vindbaarheid dat je beschrijft wat de data is. En niet alleen maar waarom die verzameld is. En het eerste voorbeeld wat mij oor twee oren kwam, en ik ben geen medicus, ik ben chemicus. Maar is een röntgenfoto van het ruggenmerg. En dat is dus niet wat het is. Een röntgenfoto, als er ergens staat dat het een röntgenfoto van het ruggenmerg is, dan is dat waarom je hem verzameld hebt, namelijk om naar het ruggenmerg te kunnen kijken. Wat het is, is waarschijnlijk zoiets als een fasecontrast röntgenfoto van het torso. En daar is ook een aorta op zichtbaar vaak. En als je beschrijft hoe je het verzameld hebt, of waarvoor je het verzameld hebt, en niet wat het werkelijk is, dan is het veel moeilijker hervindbaar voor mensen die er een ander doel mee hebben. Dus dat is heel belangrijk. Beschrijf hoe de data is en niet waarom je hem verzameld hebt. En bibliothecarissen, die hebben daar de goede technologieën voor. Die hebben terminologieën om dat soort dingen te doen. En daarnaast, ja, je moet er dus voor zorgen dat die data niet alleen op je eigen website vindbaar is, maar ook waar anderen, waar onderzoekers die het nodig hebben, er naar zouden zoeken. En dat is vaak een catalogus. En er kunnen zelfs meerdere catalogi zijn. Dat was vindbaar. Nou, de toegankelijkheid. Daar moeten we er dus voor zorgen dat die over 15 jaar nog steeds toegankelijk is. Dat die er nog steeds is, die data. Dat is belangrijk. Als je nu een website, een weblink hebt, dan weten we dat 20% van de weblinks elk jaar verloren gaat. Dus een persistent identifier is daar ook weer een deel van de oplossing. Maar ook een backup plan is belangrijk. Wat gebeurt er als je eigen organisatie uiteindelijk toch stopt? Wat gebeurt er dan met die data? Blijven die op een andere manier beschikbaar? Een standaard repositories, dat is even het verhaal wat ik meestal vertel. Standaard repositories die hebben daarvoor het Core Trust Seal. Die worden geëikt op een lang leven. En dan zit er ook een garantie in dat als die organisatie belly-up gaat, dat er dan gewoon een andere organisatie verantwoordelijkheid overneemt. Ja. Legale condities en embargo is nu even hier ook niet zo van belang. Wat ik wel heb toegevoegd hier is dat er standaard protocols moeten gebruikt worden om machine actionability te hebben. Wat er vaak gebeurt is dat mensen zeggen, ja, ik heb een standaard accessible protocol, ook voor computers leesbaar, want ik gebruik HTTP. Het is allemaal op HTTP. Maar we willen dus echte machine actionability. En als er 20 databronnen zijn, en die hebben allemaal wel een webpagina, maar op die webpagina de eigenlijke data zoeken betekent op de ene 20 keer klikken en op de andere 15 keer, en dat zijn hele andere klikjes en hele andere volgordes, dan is het toch niet uitwisselbaar. Dus dat soort protocollen, daar moet ook aan gedacht worden. En dan de ICT-processen, die moeten natuurlijk ook goed zijn. Zorg dat professionals zorg dragen voor backups en beveiliging. En denk ook aan de levensduur van de software die daarvoor van belang is. Nou, dan gaan we van de accessible naar interoperable. Daar hebben we de terminologie natuurlijk al gehad, maar die terminologiestandaard is niet het enige. Het is ook heel belangrijk dat het format van de data goed beschreven is en liefst dat je een standaard formaat gebruikt. En dat noemde ik ook al eerder, dat is erg veel metadata is. Wat we in de praktijk zien, er zijn zogenaamde minimal metadata standaarden. Je moet zorgen dat je daar zoveel mogelijk in beschrijft wat je hebt. Laat data niet weg als je hem toevallig al had. Bij hergebruik kan dat echt wel van belang zijn. Bij het standaardiseren gaat het, en ik heb hier onder twee voorbeelden gegeven, natuurlijk een ziekte en een plaats. Het gaat erom dat je zoveel mogelijk velden inderdaad standaardiseert. Het is natuurlijk logisch dat als je onderzoek doet naar ziekten, dat je dan voor die ziekte een codering opzoekt. Maar als je uiteindelijk toch iets met de locatie wil doen, dan is het echt nuttig als die ook standaard gecodeerd is. Zoals bijvoorbeeld een geoloog dat zou doen. En mooie voorbeelden van hergebruik van dat soort data is natuurlijk in 1854 de uitbraak van cholera in Londen, waarbij John Snow de locatie van waterpompen ging plotten en daar de dingen achter kwam. Maar ik heb recenter ook een voorbeeld gehoord van onderzoek in de plantenwereld, waar mensen ineens dachten, hey, zou er soms een correlatie zijn tussen hoe hoog dit plantje groeit en zijn genoom? Ja, dan moet je dus de hoogte bijvoorbeeld uit Google Maps gaan halen aan de hand van de noordenbreedte, oosterlengte coördinaten. En als je die standaard gecodeerd hebt, is dat een stuk makkelijker dan dat je er gewoon hebt staan Brussel.
Nou, dan gaan we naar herbruikbaarheid. Natuurlijk, herbruikbaarheid is echt heel erg sterk afhankelijk van de metadata. Het is heel belangrijk om de data herkomst zorgvuldig te documenteren. Dit minimaliseert ook de vragen die je krijgt om verduidelijking van potentiële hergebruikers. En die minimal metadata standards, daar had ik het al over. Niet misbegrijpen die term, minimal metadata, dat betekent de metadata die je minimaal nodig hebt om die data herbruikbaar te maken. Dat is vaak heel disciplineafhankelijk en wordt in de discipline echt afgesproken tussen mensen. Maar het betekent niet dat je zo minimaal mogelijk moet invullen. Je moet eigenlijk, en die minimal metadata standards hebben allemaal optionele velden, als je kunt, vul die dan ook in, want het helpt. Heel veel van die informatie heb je eigenlijk wel, maar gooi je misschien standaard weg en dat is zonde. En dan belangrijk als ook is dat de condities voor hergebruik zo eenvoudig mogelijk zijn. Zeker als mensen meerdere databronnen aan elkaar moeten koppelen, dan wil je eigenlijk dat alleen de wettelijke beperkingen daar aan ten grondslag liggen, want anders wordt het helemaal onmogelijk om al die verschillende condities met elkaar te combineren. Deze is weer vooral voor onderzoekers die hun resultaten vooral vastleggen in publicaties. En dat is natuurlijk helemaal niet computer leesbaar, maar we hebben het al over datasets hier. Nou, als je de fairheid zou willen meten, dan heeft de Europese Commissie ooit aan de Research Data Alliance, een groep van datamensen in de wereld, gevraagd om bouw eens een maturity model. Nou, dat maturity model dat is gepubliceerd. Dat bestaat uit een heleboel yes-no checks die je zelf kunt doen op je data. Kun je gewoon kijken van voldoet je data hieraan, voldoet je data daaraan. En dat zijn niet die 15 van de FAIR principles, maar dat zijn er veel meer geworden, een stuk of 43 geloof ik. En daar kun je dus eigenlijk kijken aan hoeveel je daarvan voldoet. En ze geven ook aan hoe belangrijk ze het vinden dat je daaraan voldoet. Dus er zit dus een soort prioritering in. Nou, er zijn tools die dat automatisch kunnen doen. Niet allemaal, maar dan een subset daarvan. Maar eigenlijk vind ik dat niet zo belangrijk. Die tools, je kunt die scores toch niet met elkaar vergelijken. Als je aan 5 van de 45 voldoet, dan hangt het er heel erg vanaf welke 5 het is, wat het is. Wat ik belangrijk vind bij dit werk is dat je niet meet hoe compliant je bent, maar of je kunt identificeren hoe je in de toekomst meer fair zou kunnen worden. Wat je eenvoudigweg zou kunnen doen om in de toekomst je data meer fair te maken. En dat kunnen deze maturity models eigenlijk, als je ze met de hand doorloopt, prima doen. Even kijken hoeveel investering het van jouw kant zou kosten om aan het model te voldoen en hoeveel waarde dat oplevert voor de wetenschap. Een investeringsanalyse. Nou, Cameron Nalen, meteen na de publicatie van de FAIR principles, die zei, FAIR is a journey, not a destination. FAIR is een reis en geen reisdoel. Ik heb een paar suggesties gegeven voor de eerste stappen en de suggestie om in de toekomst steeds te blijven afvragen of het eenvoudig nog verder kan. Dat was hem. Dank je wel. Oké. Ja, ik dacht dat ik nog een slotwoord had. Sorry. Nee, dat was hem. Ja, bedankt. Het was in jouw bekende stijl een hele duidelijke boodschap. Er is nu even tijd voor 1 of 2 korte vragen. En daarna willen we verder gaan. En in de afloop kunnen we een verdere discussie hebben. Heeft er iemand een directe vraag voor op? Ik zie Harry een hand opsteken. Ja, Harry Groen, ik had me nog niet voorgesteld, longarts in het UMCG in Groningen. Ik had een vraag, ik vind dat van dat FAIR vind ik allemaal geweldig en vind je praatje ook prima. Maar als ik van een journal een artikel heb gelezen en ik wil naar de data terug, is dat inderdaad altijd een hele reis om ze te krijgen, om na te rekenen of het zo is. En als ik het al krijg, dan zit er opmerkelijk veel fouten in. Het zijn kleine fouten die voor de conclusie net niet iets te doen, maar toch. Dat is 1 ding wat ik gezegd wil hebben. Een belangrijkere opmerking wat ik wil plaatsen. In het begin van deze sessie hebben we gezegd dat het systeem self-learning moet zijn. Voor mij als klinicus is dat een prachtige doelstelling. Maar om self-learning te zijn, zul je de systemen toch zo moeten maken dat je, laten we zeggen, feedback krijgt
Niet volgend jaar, maar zo snel mogelijk. Bijvoorbeeld als ik een praktijk heb waarin ik patiënten zie, dan zou het mooi zijn als ik over 3 maanden weet of ik iets goed of misschien wel iets fout ga doen in vergelijking tot de anderen. Hoe verhoudt zich dat wat in het begin gezegd is, het moet self-learning zijn, dus er moet iets van snelheid in zitten in vergelijking met wat jullie net verteld hebben. Ik weet niet of de moderatoren dit voor het eind willen bewaren of dat ik inderdaad hier meteen antwoord op moet geven. Ga je gang. De vraag is gesteld, dus nou lijkt me ook zo efficiënt dat jij een antwoord geeft. Hè? Ja, nee, kijk, ik ben zelf een. Praat ik vaker met onderzoekers die bijvoorbeeld van ZonMW, en we krijgen zo dadelijk een presentatie van ZonMW, een datamanagementplan moeten maken. En ik denk inderdaad dat het belangrijk is om zo te plannen hoe je met je data omgaat, voordat je begint met een onderzoeksproject, dat je inderdaad ervoor zorgt dat je heel snel erachter komt wanneer je fouten maakt. Dat is een onderdeel van het plannen hoe je met je data omgaat. Ik ben er bij het maken van deze presentatie voor dit gezelschap van uitgegaan dat het grootste deel van de toehoorders behoort tot mensen die nu al een grote collectie data hebben en die willen weten wat er voor hun in zit om fair te worden. Ik ben een groot voorstander van het fair maken van elke studiedata en gebruik ook daar diezelfde slide met het woordje reusable in 2 kleuren, omdat de eerste hergebruiker van de data, dat ben je zelf. En wel als onderzoeker 3 keer. De eerste keer dat je je data hergebruikt is morgen, wanneer je weer probeert te reproduceren wat je ook alweer vandaag gedaan hebt en er weer mee verder moet. De tweede keer is als de reviewer van een paper tegen je zegt, wat heb je precies gedaan? Zou je het niet een klein beetje kunnen veranderen? Dan moet je jezelf echt afvragen van hoe heb ik mijn data gedocumenteerd? Ben je echt een hergebruiker van je eigen data? Moet weer terug kunnen. Dus dan heb je er enorm veel aan als je het goed gedocumenteerd hebt. En de derde keer is als je postdoc weggaat en over 2 jaar een nieuwe postdoc weer moet beginnen en door moet gaan met het, dan heb je ook een enorme boost als je die documentatie goed in orde hebt. Dus wat mij betreft is fair maken van data een onderdeel van het datamanagementplan echt voor de onderzoeker en zijn onderzoekersproject echt een heel belangrijke issue. En niet alleen maar voor de grote koppelingen in Health Array. Dankjewel. Ja. Ik denk dat je een aantal goede punten gemaakt hebt, ook nog in deze laatste discussie. Ik wil graag verder gaan even met de volgende presentatie. En het fundersperspectief is al genoemd en data managementplannen. Op een gegeven moment zijn de onderzoeksfinanciers zich gaan realiseren dat, dat fair data ook voor hun een belangrijk thema is, omdat zij veel onderzoek financieren, waar uiteindelijk weinig mee gedaan wordt, omdat de resultaten niet meer op te pakken zijn door anderen. En dat was een van de redenen waarom onderzoeksfinanciers daar veel aandacht aan gingen besteden. Bij de meesten komt dat niet verder dan het verplicht vertellen van een datamanagementplan dat daarna in de la verdwijnt. Maar ZonMW en met name Margreet Bloemers, die heeft daar toch geprobeerd veel meer inhoud aan te geven. En daar gaat ze nu wat over vertellen. Oké, dankjewel Jan-Willem. En mijn voorgaande sprekers. Ik zal jullie gaan vertellen wat eigenlijk sluit mijn verhaal aan op dat van Wiero en van Rob. En misschien dat jullie wel wat overlap zullen zien, maar dan wel helemaal vanuit het perspectief van ZonMW. En hoe wij proberen onderzoekers te stimuleren en te enthousiasmeren om hier echt aan te werken. Ik ga het op de presentatiemode zetten en ik heb al gemerkt dat ik dat alleen kan doen door jullie helemaal dan zie ik jullie echt helemaal niet meer. Dus ik weet ook niet hoe ik jullie wel zichtbaar kan krijgen. Kunnen jullie het zien nu, de presentatie? Nee, nee, nog niet. Nee. Ik heb hem zelf. Even kijken. Oh, hij is hem aan het laden. Ja, even kijken. Dat zie ik. Ja, vandaag gebeurt iets. Ja. Oké, goed. Prima. We zien het niet in presentatiemode. Ja, dat ga ik dan nu doen. Even jou aan de kant zetten, Jan-Willem.
Ja, helemaal goed. Ja, oké, goed. Dus about verifying your data. En daarmee sluit ik al meteen aan op de voorgaande verhalen. Dat verifying, dat is een werkwoord. Hè. Het is niet één eindpunt. Het is iets waar je in stappen naartoe werkt. En hoe we dat bij ZonneW in onze procedures vatten en onderzoekers daarmee laten werken, daar gaat mijn verhaal dus over. Even kort over mijzelf. Mijn naam is dus Margreet Bloemers. Hey. Gaat hij nou op de automatische modus? Ja, nee. Ik werk al heel lang bij ZonneW en dat is erg leuk, want er zijn heel veel verschillende interessante onderwerpen. En zo ben ik in het cluster infectieziekten en antimicrobiële resistentie terechtgekomen. En heb dus ook veel met het COVID-onderzoek te maken. En voor ZonneW breed coördineer ik alles op het gebied van fair data en data management. En dat is tegenwoordig een onderdeel van het Open Science speerpunt. Dus alle andere pijlers van Open Science krijgen ook flink wat aandacht bij ZonneW. En we zoeken natuurlijk ook altijd naar de verbinding tussen dat alles. Nou, vandaag ga ik jullie wat vertellen waarom wij dit allemaal zo belangrijk vinden. En wat doen wij er dan aan onze hou? En wat we hebben kunnen leren van de corona-pandemie en hoe we daar een extra impuls hebben gegeven aan het verder verificeren van data. Nou, waarom doen wij dit? Dit zijn natuurlijk argumenten die jullie allemaal heel bekend voor zullen komen. Maar ja, in verhalen die ik houd, hecht ik eraan om dat ook nog even voor het voetlicht te brengen. Maar omwille van de tijd zal ik ze niet allemaal behandelen, want ik denk dat ze allemaal bekend voorkomen voor jullie. Ik wil daarbij ook noemen dat bij al dit soort lezingen gaat het altijd over data. Maar we hebben het natuurlijk ook over andere outputs van onderzoek, zoals biologische materialen of geluidsopnamen, zoals de opname van deze interessante workshop. Misschien willen we die ook wel verificeren. Of een collectie van beeldmateriaal. Nou, ga zo maar door. Of scherven van een archeoloog. Ga maar door. Dus of het nou een databestand is of een collectie van fysieke materialen. Ook die wil je ver maken, bijvoorbeeld met behulp van metadata. En het laatste bullet wil ik nog even opwijzen. Ensure added value for the researcher. Het wordt natuurlijk vaak opgevat als, wat een hoop extra werk moeten we nou weer doen voor ZonneW. Maar we proberen het ook altijd zo in te richten dat het toegevoegde waarde heeft. En de programma's van ZonneW die zijn enorm divers. Van heel praktijkgericht, een nieuwe methode in een verpleeghuis bijvoorbeeld invoeren. Ja, en daar worden wel wat ervaringen genoteerd om te kunnen evalueren. Maar dat soort gegevens, ja, die wil je natuurlijk netjes bewaren. En wij willen ook weten waar die staan. Maar we gaan daar niet high-tech interoperabiliteitseisen aan stellen. Die we wel doen voor projecten op het gebied van personalized medicine. Waar jullie collega Ilse bijvoorbeeld heel veel werk voor heeft gedaan. En Ilse die hierbij zit, die heeft ook heel veel binnen ZonneW in gang gezet om op dat terrein het vermaken van data op een hoger plan te brengen. Nou, wat moet je daarvoor doen? Nou, daar moet je natuurlijk data management voor doen. Maar dat is eigenlijk daarmee bedoel ik het klassieke data management. Waar sla ik mijn data op? Welke mogelijkheden zijn ze om te hergebruiken? Onder welke voorwaarden wil ik mijn data delen, et cetera, et cetera. Het vermaken van de data, dus in termen van machine readability, geavanceerde metadata, gecontroleerde terminologielijsten, et cetera. Dat is een stap die we nu aan het zetten zijn. Nou, waarom vinden we het allemaal zo belangrijk? ZonneW denkt graag in de kenniscyclus. Dus er worden nieuwe vindingen gedaan. Die worden in het onderzoek onderzocht. Als ze goed bevonden worden, worden ze toegepast in de praktijk. En dan gaan we door met de cirkel. Dat evalueren we. We schaden het op. En daar komen natuurlijk weer nieuwe onderzoeksvragen uit voort.
En het werk van zonnemede-programma's die zijn aan de hand van dit type onderzoek te onderscheiden van fundamenteel onderzoek tot strategisch implementatieonderzoek en evaluatie in de praktijk. En in al die fasen worden natuurlijk ook data verzameld. Hier zie je dat. En heel veel van de programma's van ZonMW die gaan natuurlijk over onderzoeksdata. Daar zie ik ook research data staan. Maar je ziet ook staan real world data. Want steeds meer is er interesse in van ja, de directe data die we bij de patiënt zien. Of de populatiedata, CBS data. Tot en met big data die in de openbare of in de openbare samenleving verzameld worden. Onderzoekers hebben steeds meer belangstelling voor ook dat soort data. En nou ja, en vervolgens gaan we dus implementeren bij ZonMW. En ja, wat gebeurt er in die real world met onze nieuwe implementaties? Wat voor data worden daarover verzameld? Nou, daar willen we allemaal bij komen en daar hebben we al die FAIR principes en praktijken natuurlijk hard voor nodig. Nou, ja, wat is onze rol daar nou in? Hoe kunnen wij dat stimuleren als we dit allemaal willen kunnen gebruiken? Nou, we zijn natuurlijk een onderzoeksfinancier van heel veel programma's met nog heel veel meer projecten. En daar kunnen we eisen aan stellen. Je krijgt alleen geld van ons als je je data netjes behandelt. Ook zijn we een facilitator. We maken dingen mogelijk. Dat doen we door bijvoorbeeld samen te werken met DTL, GoFair, HealthRI. Omdat we zien dat daar de innovaties zitten op het gebied van het herbruikbaar maken van data. Dus daar leren we veel van. En we proberen die nieuwe inzichten ook in onze procedures en eisen aan onderzoekers in te voeren. En ten derde zijn wij ook vaak een consortiumpartner. Zelf werk ik mee aan een internationaal consortium op het gebied van antibiotica-resistentie, het ValueDX consortium. En ook daarin probeer ik het FAIR datawerk onder de aandacht te brengen en ben ik ook heel concreet bezig om bestaande data, maar ook vooral biologische materialen, daar een goed overzicht van te krijgen. Nou, daar heb ik nu niet tijd voor om dat uitgebreid te behandelen, maar daarvoor ga ik de metadata templates die nu ontwikkeld worden wel gebruiken in plaats van een SurveyMonkey. Misschien dat ik zo nog tijd heb om daar iets meer over te vertellen. Nou ja, je kan dus zeggen dat wij wel een beetje een driving force zijn als we deze rollen ook echt serieus nemen. Nou, dit plaatje laat zien hoe wij te werk gaan in het klassieke data management werk waarvoor wij onderzoekers aan het werk zetten. Dus die onderzoeker die krijgt te horen, nou, als je subsidie aanvraagt bij ZonMW, dan moet je meteen nagaan of je bestaande data kan hergebruiken. En je moet meteen al gaan nadenken hoe je je data management straks gaat doen. Want we willen graag zoveel mogelijk FAIR data en haal daar een data steward bij, dat zeggen we ook. En zorg voor voldoende geld op je genoeg budget op de begroting om ook hier werk aan te kunnen besteden. Dan vervolgens wordt het project gehonoreerd en die moet die onderzoeker een data managementplan schrijven voor zijn eigen instituut. Dan zitten we hier, ik had dit willen opbouwen, maar ik weet niet of kan ik hier, is mijn cursor te zien? Nou ja, hoe dan ook, we zitten in de rechtertak van het verhaal, DNP en Instituut. En vroeger zeiden we ook, je moet een data managementplan voor ZonMW maken. Maar we zijn daartoe overgegaan om de data managementplannen van de instituten te erkennen. Als die voldoen aan bepaalde voorwaarden. En heel veel hebben dat nu gedaan. En ook bij het instituut wordt de kwaliteit met de onderzoeker van het data managementplan beoordeeld. Of DTL, bijvoorbeeld Rob Hooft, wordt erbij gehaald of zijn collega's. Er is iets van een kwaliteitscontrole. Dat kan allemaal heel veel beter, dat weet ik ook. Maar ja, we zitten natuurlijk ook met een krapte aan het aantal mensen. Wat ZonMW doet is, onderzoeker lever je
datamanagementplan in. En wij controleren alleen nog maar aan de hand van een aantal key items, kerngegevens. In feite kan je die zien als een soort indicatoren of een soort uittreksel van het datamanagementplan. Of jij ook echt doet wat je daarin belooft. Dus in de loop van de monitoring van het project vragen wij hoe staat het met de informatie aan de hand van de key items. En aan het eind moet dat volledig zijn. Nou, hier rechts zie je wat dat ook allemaal is, die eisen die we stellen. Ik heb ze net genoemd. En daar voeg ik dus nu aan toe dat wij een stap maken naar het verificeren door ook machine-readable metadataschema's te laten invullen, die ook geschikt zijn om de informatie die daarin verzameld wordt op de health data portal van HealthRI, waar Wiro het net over had, te laten zien. En om dat mogelijk te maken, organiseren wij workshops en zorgen wij ook dat onderzoekers ondersteuning krijgen en aan zekere mate van community building doen om die afspraken onderling te maken. Welke standaarden gebruiken we? Wat zijn onze technologieën? Zeg maar het verhaal van Rob, maar dan hoe we dat in onderzoeksprogramma's nu willen gaan organiseren. Nou, daar hebben we een enorme ervaring mee opgedaan met het COVID-programma. Even kijken, hoeveel tijd heb ik nog? Je bent al ruim 10 minuten bezig, dus eigenlijk nog maar een paar minuten. Nou, dan ga ik de rest, ik heb een kwartier, dus de rest ga ik in 5 minuten doen. Nou, de FAIR principles hoef ik niks meer over te zeggen. Hier zie je ze nog een keer staan. Het rechterblokje, daar wil ik even de aandacht op vestigen. Als je door de oogharen kijkt, en Rob en Wiro hebben dat al verteld, heel veel gaat over de metadata. We willen ook de data machine readable hebben. En we willen dat de domeinspecifieke, community relevant, domain specific, hoe je het maar wil noemen, binnen een onderzoeksgemeenschap, bijvoorbeeld op het gebied van COVID-onderzoek, wil je dat er afspraken worden gemaakt over welke terminologieën, welke ontologieën gebruiken we om onze data mee vast te leggen. FAIR is niet een alles of niets, maar het is een proces naar verification. Nou, hoe hebben we dat dan gedaan? Begin vorig jaar zijn we begonnen, dat is door GoFair en met mensen van HealthRI ook gedaan, om de WHO Clinical Research Form te verificeren. En bijvoorbeeld Castor heeft dat model ook, gebruikt dat model ook. Dus als je met Castor je klinische data vastlegt, dan zijn ze dus hartstikke FAIR. Het project dat daarna volgde, dat had nog meer voeten in de aarde. Dat zijn de data services die we ingericht hebben met de metadata voor machine workshops. Dus daarmee zijn die metadata en de machine readability worden daarmee georganiseerd. En dat domeinspecifieke, dat gebeurt in de workshops die we met de onderzoekers doen. En die support en community building, daar heb ik het net over gehad. En de Health Data Portal, die wordt mogelijk gemaakt doordat die metadata machine readable zijn en dus daarop zichtbaar worden en doorzoekbaar. En in de systemen die HealthRI nu verder aan het ontwikkelen is, komen we straks ook bij de data zelf terecht. Onder alle governance voorwaarden die daarvoor ontwikkeld worden. Nou, dit laat nog eens een keer zien links hoe wij als funder met de onderzoeker in contact staan. En die op aanraden van ons met de data steward in contact treedt. En die data steward die kent de echte FAIR data experts aan de rechterkant van van deze slide. Nou, hier is een overzicht van hoe zo'n workshop dan gaat. Bovenaan zie je dat er meerdere workshops zijn geweest om te kijken van hoe wil je nou die data of die biomaterialen beschrijven. Daar zijn 3 type templates uitgekomen.
dat kan ik dus nu niet ook allemaal uitleggen. Het enige wat ik kan vertellen is, de twee linker, die gaan eigenlijk op projectniveau, geven die een goede beschrijving. En die rechter, die gaat heel diep in op de dataset zelf. Dat zijn de metadata over de dataset zelf. Nou, wat er nu gebeurt, nu zijn onderzoekers in het COVID-programma die twee linker data, metadata-schema's die op projectniveau beschrijven wat er gebeurt, aan het invullen. En op 5 oktober, als HealthRI het groeifondsfeest heeft, dan, als het goed is, zijn die metadata te zien op de dataportal. Margreet, mag je vragen langzaam naar een conclusie te komen? Nou, jullie krijgen die slides toegestuurd. Daarin staat een link met het verhaal van Rob. De adviezen van Rob, ook die komen dus aan de orde in dit soort workshops. En ook die Fair Maturity Matrix, die ook om verschillende metadata vraagt, komt tot effect in zo'n workshop. Dit is dan ook mijn laatste slide. Hier zie je nog een keer een voorbeeld van de dataportal en een enkele links naar hoe dat allemaal bruikbaar wordt. Ik heb nog 1 slide, sorry. Een warning, disclaimer, urgency bij al dit soort mooie verhalen, hoe het allemaal moet. Komen we natuurlijk uiteindelijk bij de bottom line. Wie gaat dat doen? Dat zijn de onderzoekers. Hebben we die tijd? Nee. Hebben die er zin in? Nee, nou ja, we hopen dat ze ervan gaan leren. Maar ze hebben wel heel veel data stewards nodig. En daar hebben we er heel veel van nodig. Bij het Nationaal Platform Open Science hebben Meike Jette en ik gezorgd dat er een mooi rapport ligt over professionalizing data stewardship. Dus we hopen dat daar ook landelijk meer aandacht nog voor komt. Dat was het. Hey, hartstikke bedankt. Een mooi werk dat jullie doen bij ZonMW. Voordat we overgaan op de discussie, wilden we ook eigenlijk gewoon ook even jullie input hebben. Ik ga eerst even wat vragen de revue laten passeren die nou in de chat zijn gekomen. Maar misschien, Robin, kun je alvast de Mentimeter voorzetten? Ik probeer screen share uit te zetten, maar dat... Ja, maar ik denk dat... kijk, Robin heeft dat al gedaan. Ah, oké. Okay. Ja, dus we gaan, jullie zo meteen vragen om te participeren met Mentimeter. En daarvoor, waarschijnlijk zijn jullie allemaal wel bekend mee. Hè? Je gaat naar menti.com en je toetst die code in die daarboven staat. En dan krijg je de vraag voor. Terwijl jullie daarmee bezig zijn, zag ik ik zie een hele mooie algemene vraag van Fred. Over data management plan standaarden. En ik weet niet, Rob, jij antwoordde al in de chat, maar misschien kun je daar nog iets meer over zeggen. Of misschien dat Margreet er nog iets over wil zeggen. Ja. Nou, ik kan zeker mijn antwoord even toelichten, zoals ik dat ook in de chat schreef. Er zijn natuurlijk overleggen tussen de funders, tussen de onderzoeksfinanciers, over wat de goede ervaringen, slechte ervaringen met datamanagementplannen zijn. En die leiden tot een convergentie op dit ogenblik. Er is bijvoorbeeld een samenwerkingsverband tussen een heleboel Europese financiers die in Science Europe zitten. Daar zit bijvoorbeeld NWO ook in. En die praten ook over een gemeenschappelijk datamanagement plan formulier, het gemeenschappelijke vragen. Maar we zitten dan nog steeds te praten over een stuk tekst wat door een mens geschreven wordt en door een mens gelezen kan worden, maar niet door een machine gelezen kan worden. En datamanagementplannen hebben veel meer in hun mars. Als we gepland hebben hoeveel data er door een project wordt verzameld. En we doen dat over 10.000 projecten. Kunnen we, als dat machine leesbaar is, die datamanagementplannen, kunnen we die getallen bij elkaar optellen. En kunnen we ook policy en planning daaraan aanpassen. En daar zijn een heleboel van dat soort use cases. Dus er is gewerkt aan een standaard om datamanagementplannen ook machine actionable op te kunnen slaan. En daar zijn we een stuk verder mee. Daar is de eerste versie van de standaard echt al voor. En heel veel van de datamanagement planning software is nu bezig om dat te proberen zo goed mogelijk te ondersteunen. Ja. Fred, beantwoord dat je vraag? Jazeker. Daar zijn we erg, ik werk bij TNO, we zijn erg voor een soort van standaard in plaats van tijd in te investeren in het wiel opnieuw uit te vinden naar onze eigen wensen en behoeften. Dat hebben we natuurlijk als TNO, als aparte organisatie, natuurlijk wel. Maar
Het zou fijn zijn als er een standaard is die, die we kunnen aanpassen, maar we het basiswerk niet meer hoeven te doen. Ja, ik vind het persoonlijk ook altijd wel belangrijk dat organisaties een template, een standaard kiezen die ook goed past bij wat ze verder ingericht hebben. Dus dat er ook goed verwezen wordt naar allerlei oplossingen die de organisatie ingericht heeft. Dus dat is misschien ook nog iets om rekening mee te houden. Ik zag ook dat ik helemaal aan het begin een vraag gemist heb van Tom Peters. Zijn er al voorbeelden van werkende netwerken? Ik heb ook niet helemaal de context meer. Dat was een vraag die bij de presentatie van Wiro gesteld werd, neem ik aan. Tom, wil jij die... Ja, ik kan hem even toelichten. Even ingooien. Excuses dat ik hier gemist heb. Hè? Nee, maakt niet uit. Maar we hebben hier het voorbeeld natuurlijk COVID als use case om te kijken hoe dit gaat. Wat ik me afvroeg is in het kader van meer de personal health training discussie en de stations in feite of de federated data network zoals IMI Eden beschrijft. Hoe moet ik dat zien in deze discussie? Want hier praten we over de Health Orion nodes, terwijl personal health training uitgaat van dat databases in de ziekenhuizen staan en blijven. En dat zouden dus ongeveer hetzelfde moeten zijn uiteindelijk. Dus die nodes die zouden moeten kunnen functioneren als de stationnetjes in de personal health train. Of vertaalbaar moeten zijn in OMOP datamodellen als je het hebt over iets als Eden. Dus, en daarom is ook FAIR natuurlijk het startpunt, zodat je ook die vertaalslagen makkelijk kunt maken. En of je nou de ene of de andere technologie gebruikt, dat zou in alle gevallen mogelijk moeten zijn. Ja, Marcel, jij wilde er ook nog iets over zeggen? Ja, Marcel Koek, Erasmus MC. In principe is hoe je de data opslaat, moet in principe hetzelfde zijn, maar ongeacht waar het staat. Als je... wil leren op data die in de instituten staan en via een personal health train wil benaderen, moet je die wel kunnen vinden. Je moet weten dat het er is. Om het zo maar te zeggen. Dus ongeacht eigenlijk in mijn optiek waar data staat, moet je diezelfde data management principes toepassen. Alleen hoe je erbij komt, dat is dan zeg maar meer de infrastructuur en de logistiek. Dat is dan weer een ander verhaal waar nog weer andere moeilijkheden bij komen kijken. Maar. Dat is wat ik wilde toevoegen. Ja, en ik denk dat vanuit HealthRI wel belangrijk is. Wij realiseren ons dat er verschillende netwerken zijn in de wereld. Waarin verschillende standaarden gekozen worden. Het OMOP werd net genoemd dat in Eden gebruikt werd. Maar Personal Health Train hebben we in Nederland. Vakspecialistisch zijn er allerlei datastandaarden. En er zal nooit één standaard zijn die opgelegd kan worden in heel Nederland. Dus het is juist heel belangrijk dat die data fair is aan de bron. En zodat je desgewenste data kunt aanleveren in één van de gangbare standaarden. En die standaardisatie of harmonisatie, gebeurt het dan binnen de nodes of nog binnen het ziekenhuis en krijg je een kopie daarvan? Ja, de nodes zijn in de eerste instantie de academische ziekenhuizen en de regio Eindhoven. Dus dat zijn we hebben acht nodes voor ogen. Ja. Dus voor de academische ziekenhuizen gebeurt het sowieso binnen het ziekenhuis. Ja. En in de regio. Verder hebben de academische ziekenhuizen een regiorol. Ja. Om met andere ziekenhuizen in de regio dit voor elkaar te krijgen. Dus dat moet juist binnen de ziekenhuizen gebeuren. Ja, precies. Dus dat vertaal ik dan in dat Veldhoven de data aanlevert aan de nood. En dat je dus wel dat de data wel het ziekenhuis verlaat. Ja, nou ja, daar is de jury nog niet uit. Daar kun je dus ook binnen die nodes kun je daar nog verschillende oplossingen voor bedenken. En dat kan dus zijn inderdaad dat Veldhoven dat aan Catharina levert, die dan de nood in Eindhoven verzorgt. Het kan ook zijn dat ze onderling afspreken dat ze ook nog een niveautje dieper federeren. Dat beide kan.
Okay. Belangrijk op te merken natuurlijk dat daar waar de data staat ook een significante verwerkingscapaciteit zal moeten worden geleverd. Dat is natuurlijk ook een overweging. Je kunt natuurlijk ook inderdaad gewoon bilateraal afspreken dat Veldhoven en Catharina een koppeling hebben. Daar kunnen de contracten voor dat inderdaad die data uit Veldhoven in Catharina verwerkt mag worden. En dan nog steeds ook door anderen, via een personal health train, door anderen geïnitieerd. Maar dan verlaat hij dus daarmee nooit meer het Catharina ziekenhuis. Dus dat kan inderdaad allemaal worden afgesproken. Uiteindelijk is de bedoeling van de personal health train dat individuele vragen zelfs op individueel consent kunnen rekenen. Dus het moet ook zo kunnen zijn dat je de telefoons van mensen of de polshorloges kunt raadplegen. En dan is het nog veel verder verdeeld. Die schalen moeten kunnen. Oké, dus de discussie gaat steeds verder. Ik zou... Ik zou even nu naar de Menti willen gaan. Robin, kun je eventjes ons er doorheen praten? Jazeker, ik kan het toelichten. Bedankt voor de presentatie. Ik gaf al heel goed overzicht van de vijf standaarden en van de kant welke we op willen. Wiro heeft het ook al geïntroduceerd. We willen werken naar die stip aan de horizon. En die stip aan de horizon die zal natuurlijk door andere mensen verschillend geïnterpreteerd worden. Dus eigenlijk willen wij met deze discussie, met de resterende 20 minuten eigenlijk met alle aanwezigen bespreken, wat is deze stip aan de horizon? Welke toekomstvisie hebben wij voor FAIR Data? En wat kunnen we doen om tot die toekomstvisie te komen? En precies. Ga er naar de betreffende code in Menti. En we zijn benieuwd naar jullie meest prangende gedachten daarbij. Ja, precies. Dus dit is inderdaad de eerste vraag. Wat houdt het in om data fair te genereren? Wat is voor jullie fair data? We hebben natuurlijk nu met de presentatie van Rob en Margreet al heel veel informatie verkregen. Maar hoe zien jullie dit? Ik zal even 1 minuut wachten totdat de antwoorden binnenkomen. Precies, te voorkomen dat mensen gaan spieken bij wat anderen zeggen. Dus, daar komen ze. Ja. En de antwoorden zijn anoniem, dus hou je niet in. Ja, klopt. Ook sceptische gedachten mogen. Oké. Ja, ik zie inderdaad er heel veel definities terugkomen die we ook net uitvoerig besproken hebben. Waar we ook uitvoerig bij hebben stilgestaan nu tijdens de vragen. Dus hier wil ik bij deze vraag eigenlijk niet te lang blijven stilstaan. Ik ben eerlijk gezegd veel meer geïnteresseerd in de tweede vraag. Welke ondersteuning hebben jullie nodig om überhaupt tot die fair data te komen? Ik denk dat dat veel crucialer is en willen wij inderdaad naar die toekomstvisie toewerken die nu gepresenteerd is. Wat hebben jullie nodig en voor wie hebben jullie dat ook nodig? Daar ben ik ook heel geïnteresseerd in. Margreet gaf een duidelijke presentatie van alle opties die ZonMW eigenlijk aanbiedt. En van Wiro kregen we eigenlijk ook een visie van Health Array. Maar ik vond dat Rob het heel mooi schetste dat als een postdoc weggaat bij een onderzoeksgroep, dat je dan eigenlijk al tegen een probleem aanloopt. En dan hebben we natuurlijk over fair data binnen dezelfde onderzoeksgroep tussen twee personen. En ik denk toch dat helaas de realiteit is. Als ik kijk naar de antwoorden, zie ik toch inderdaad veel mensen die toch kennis, richtlijnen en standaarden op zoek zijn. Nou, ik ben ook blij dat te horen, want vandaag hebben we dat in ieder geval kort besproken en zijn in de chat ook al verschillende suggesties gedaan. Dus ik hoop dat we daar zeker mee kunnen helpen. Financiering is toch een ander belangrijk antwoord. Margreet heeft het ook al duidelijk aangehaald, dus dat ZonMW dat zeker erkent en ook vraagt voor data stewards. Ik weet niet, Margreet, of je dit nog verder wilt toelichten, welke acties ZonMW eigenlijk mogelijk ziet voor financiering. Ik denk dat je het eigenlijk al uitvoerig hebt besproken. De financiering, ja, dat is allemaal gerelateerd aan het project zelf. Dat is misschien wel goed om er even bij te zeggen, want voor fair data en sowieso voor goed datamanagement wil je dat data goed bewaard worden, ook na het project. Maar die kosten die zijn niet bij ZonMW te declareren. Tijdens het project heb je dus die data stewardship nodig.
als je met veel data werkt, heb je misschien extra opslagcapaciteit of rekencapaciteit nodig. Misschien heb je extra adviezen nodig, bijvoorbeeld van DTL of andere onderdelen van Helteri of nou ja, wie dan ook. Dus we proberen onderzoekers daar bewust van te maken dat er meer bij komt kijken dan alleen maar zo'n plannetje in te vullen. En we hopen, nou ja, goed, hè? Dus als je dat van tevoren bij de aanvraagfase al goed bedenkt, dan zou je dus genoeg geld moeten reserveren op je projectbegroting. Daarnaast willen we binnen Zonnewee toch steeds meer ook op projectniveau bij het begin van een nieuw programma of een nieuwe call ook dit soort workshops gaan organiseren. Maar dat is allemaal nog zo nieuw dat er moet echt nog meer implementatie binnen de gelederen van Zonnewee plaatsvinden. Maar dat is wel de bedoeling. Ja. Ik had eigenlijk verwacht bij deze vraag dat er massaal financiering gestemd zou worden. Dus ik vind het eigenlijk wel mooi praktisch dat er ook juist op de andere zaken gestemd wordt. Ik zie dat Rob een hand omhoog heeft, maar ik wil eigenlijk eerst even aan vragen of er één of twee mensen zijn die willen toelichten wat de behoeftes zijn op het gebied van kennis of op het gebied van tools. Is er iemand die er iets over wil zeggen? Hè? Nee? Oké, dan ik zag ook Aletta dat jij je hand opstak. Misschien, ja. Ik ben misschoon wat laat, maar ik denk dat voor medici is het belangrijk dat ze bijgeschoold worden. Dat ze de kennis krijgen, dat ze het in hun data die ze hebben gestructureerd in een patiëntendocumentatie EPIC of whatever systeem het ziekenhuis heeft zetten. En dat van daaruit die data op een of andere manier verzameld worden in Nederland, zodat je heel snel overzicht hebt van wat er gebeurt. Nou, met COVID is een duidelijk voorbeeld. Nu moest het nog allemaal op de hand gebeuren, wat ieder ziekenhuis deed. Het is toch belachelijk in deze tijd. Maar goed, daarom is kennis. Hoe doe je dat precies? En de standaarden die net ook al werden benoemd, zijn heel belangrijk voor medici om daar gehoor aan te geven. En jij bent een man van de praktijk wat dat betreft in dit gezelschap. Waar zouden we moeten beginnen? Medisch specialisten van alle lagen die ook maar iets invullen. Ook verpleegkundigen die zaken invullen in het dossier. Al die mensen die iets invullen daar zo, die zouden geschoold moeten worden. En ja, eigenlijk is het een gekke, maar we doen het nu nog gewoon tekstmatig. Maar je zou, geleidelijk aan zie ik wel dat er een trend is waarin je meer hokjes invult, van als iemand rookt, doet hij het wel of doet hij het niet, en hoeveel packjes heeft hij, moet je nu kwantificeren. Je krijgt veel betere data als je op het moment dat je het invult en die patiënt nog tegenover je hebt, nog even kunt vragen dit of dat, en dat het niet zo globaal ergens in een tekst staat. Dus ik ben groot voorstander... om die medische specialisten te attackeren. Je krijgt heel veel tegenwerpingen, met name van de ouderen, zoals ik natuurlijk, maar ik ben even een uitzondering in deze, want ik ben een grote voorstander van. Maar de meesten zullen zeggen, wat een flauwekul allemaal, ik heb het altijd zo gedaan, het ging goed, et cetera. Moet je niks aan aantrekken. Ik denk dat het echt hervormd moet worden en dat dit de tijd is. Nou, dank voor dit pleidooi. Zit het al in de opleiding eigenlijk? Wordt er al medische studenten, krijgen die al... Nee. Ja, jammer hè. Nee, ja. Ja, dat ben ik met je eens hoor. Hierin moeten we veel gestructureerder zijn. Maar goed, vandaar dat kennis, richtlijnen en standaarden, waar eerder ook over gesproken is, heel belangrijk is. Ja, voordat ik naar Rob en Marcel ga. Aletta, jij wilde wat toevoegen naar aanleiding van deze? Oké. Rob, je hebt altijd je hand omhoog. Ja, het zit precies tussen die financiering en die kennis in, wat ik wilde zeggen. Kijk, ik ben chemicus, jij ook Jan-Willem. En het eerste examen wat je als chemicus in die studie moet doen is laboratoriumveiligheid. En ik stel me bij deze vragen altijd voor, wat zou er gebeuren als een chemicus zou zeggen, ik heb helemaal geen tijd en geen geld voor laboratoriumveiligheid. Ik heb het veel te druk. Ik heb het namelijk veel te druk met brandjes blussen. Ik heb het veel te druk met de gevolgen van die explosie. Die man die daar zit met een glasscherf in zijn hand, daar heb ik het veel te druk mee. Ik heb helemaal geen tijd en geen geld om laboratoriumveiligheid te doen. En dat herken ik eigenlijk bij datamanagement ook. Die investering die je
kunt doen in VR, en dat heb ik ook al een deels laten zien in mijn presentatie, die gaat ons goudgeld opleveren en niet kosten. Ja, ook een mooi pleidooi. Maar we moeten dan wel die waarde laten zien. Hè? Dat is dan de tegenhanger daarvan. Trouwens, ik ben zo oud erop dat laboratoriumveiligheid nog niet eens een groot ding was. Eerder brandplus. Ja. Ik ben ook wel benieuwd naar, de artsopleiding vind ik een heel goed plan, maar misschien dat we ook moeten denken aan naast data stewards ook meer data management en ook IT-ondersteuning, omdat het vergt best wel veel IT-kennis en ook veel data management zelf, zeg maar. Dus ik denk dat we daar ook, misschien dat in financiering zit, en in die kennis en richtlijnen, maar ik ben ook wel benieuwd hoe jullie dat zien eigenlijk. Of dat ook een subcategorie zou kunnen zijn in deze pie chart. Dus eigenlijk die disclaimer van Margreet op de ene laatste slide. Heeft er iemand nog? We noemen dat nu data stewards, professionalizing data stewardship. Maar als je dat rapport ziet, dan staan daar mooie profielen in, waar inderdaad accentverschillen zijn. Data stewards met heel veel IT-kennis of juist meer de onderzoekskennis en de data management die daarbij nodig is, of meer de politieke beleidsmatige kant. Dus het is een heel breed profiel. Waar binnen gekozen kan worden. En waarvoor verschillende opleidingen zijn. Nou ja, cursussen. Opleiding is er nog niet. Dat is het probleem. Ja, en in de eerste plaats, dat komt ook een beetje bij het pleidooi van Harry weer. In de eerste plaats is de data steward degene die de data verantwoordelijk is voor de data generatie. Dus ik weet nog uit het Data for Life Sciences programma ooit, dat wij er ook een slide altijd in hadden van de data steward, that's you. Gelijk, Jan-Willem, want we hebben er ook voor gepleit bij National Platform Open Science dat we beginnen met het curriculum van de studenten aan de universiteit. Nee, dat was nog te ingewikkeld. Dat is nee. Ja, nee, want dat is heel veilig natuurlijk hoor, als je denkt van ik hoefde me daar niet druk om te maken, want er is niemand anders, de data steward die doet het voor mij. Ja, dat gaat niet werken. Uiteindelijk precies. Ben je zelf de expert van de data en... Ja. Ja, en jij kan het beste zorgen dat die fair wordt. Hè? Ja. Maar om dat te implementeren, is het dan niet belangrijk om tegelijkertijd ook die tools en services voor handen te hebben? Want als we het dan gelijk kunnen zien en gelijk kunnen doen, dan beklijft het veel beter. En ook om bij het punt van Rob te komen, je moet ook direct laten zien dat er enige waarde is. Want alleen om zoiets te doen voor vage waarde in de toekomst. Ja, dat is niet genoeg motivatie voor de meeste van ons. Je wilt direct resultaat zien, toch? Ook is het maar een klein dingetje. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor de motivatie. Hè? Aletta, je hebt ook al een tijdje je hand op. Ja, ondertussen kan ik op bijna alles aansluiten. Dat is heel mooi. Een paar jaar geleden bij het Netherlands eScience Center hebben we een discussie gehad tijdens een internationale workshop. En daar ging het echt al over verkenbaar maken op de middelbare school. Omdat ook als je op de middelbare school proefjes doet, data genereert, et cetera. Nou, dus dat ging al over veel eerder. Dus ik zie dat nog wel in de toekomst gebeuren. Het andere is dat ik wel heel erg met financiering en meer data stewards. Je kan natuurlijk mensen verspreid op allerlei plekken, bij allerlei onderzoeksinstituten, universiteiten, et cetera, neer gaan zetten die data stewards zijn. Je kan ook zeggen, hoe gaan we zo efficiënt mogelijk om met die financiering? En is er dan niet een rol bij de organisaties die de data verzamelen, klaarzetten, et cetera? Ik noemde al eerder dat we bezig zijn met de verkenning voor zo'n afgesloten digitale onderzoeksomgeving. De vraag is dan op een gegeven moment, als die data daar moet blijven staan, die gekoppelde data of die data die dus door de onderzoeker in de vorm gegoten is om de onderzoeksvraag te kunnen stellen, is dat dan aan? Wij worden gefinancierd bijna geheel door VWS. Dus gaat de VWS dat dan betalen? Of moet die onderzoeker dan allemaal apart daarvoor betalen dat het daar staat? Dus ik wil heel graag aan Son en W vragen hoe zij dat zien.
Het is een en-en, denk ik. Hè? Door een paar jaar geleden onze werkwijze ook aan te passen en verantwoordelijkheid meer bij de instituten te leggen. Dat is eigenlijk daar een uiting van. En de instituten die schrokken eerst, maar waren ook wel heel blij, want zij weten precies wat bij hun de mogelijkheden zijn. En als je natuurlijk met dit soort initiatieven nu Health Rider ook is en met die nodes, dat je het ook beter gaat organiseren en ondersteunen. Een van die sheets liet ik ook verschillende mogelijkheden, zoals de Data Competence Centers zien. Dan komt er ook steeds meer kennis bij die instituten. En die kunnen zich daardoor beter voorbereiden en ook slimmer financiering aanvragen. En Zonnewee zal dat zeker toejuichen. En dan op projectniveau. Moeten die kennisinstituten dan allemaal zelf die data gaan opslaan en veilig houden gedurende de 5 jaar dat je erbij moet kunnen? Nee, ja of nee. Hè? Want we vragen, zoek de meest ideale voor het project, voor het onderzoek, meest ideale omstandigheid uit. En die kennis ligt niet bij ons, die ligt bij de onderdelen van HealthRI. Ja. En bij de kennis van de instituten die ze zelf die dat zelf opbouwen. Ja, ik heb het wel het idee dat bij de vragen die wij binnenkrijgen, de kennis voornamelijk bij Palga zelf ligt. Mm-hmm. En dat dat dus veel lastiger is voor onderzoekers om daar mee om te gaan. En als je dat oplost 1 keer centraal, dat heel veel tijd en moeite scheelt voor de onderzoekers. Ja, dus ik denk dat dit een belangrijk pleidooi is. En ik denk ook trouwens dat de instellingen dit ook onderkennen en er ook mee bezig zijn om standaard oplossingen te maken. In dezelfde lijn als jij net schetste, Wiero, die hintte daar ook op met het Andrea-initiatief. Dus ik denk dat er veel langs dezelfde lijnen gedacht werd. Hey, we komen langzaam al tegen het einde. Ik denk niet dat we er nog... Willen we nog een vraag in gooien? Ik denk eigenlijk dat ik... is er één brandende vraag die je wil stellen, Robin? Anders zou ik gewoon nog even free format willen vragen of iemand nog een discussiepunt er wil ingooien. Ja. We kunnen inderdaad free format doen, maar we zouden ook misschien deze vraag zou ik graag willen voorstellen. Oh ja. Ja, hoe zien jullie het? Wat is nu de eerste concrete stap die wij kunnen maken om toch tot die FAIR data te komen? Er zijn vandaag al heel veel suggesties gedaan. Heel veel kennis en data moet gedeeld gaan worden, dat spreekt voor zich. Ik zou zeggen, brand los. Mensen die misschien willen toelichten. Ik zie een handje van Suzanne. Ja, misschien dat hier eigenlijk ook prima aangevuld kan worden. Ik had meer nog een algemene vraag voor de aanwezigen. Of de hele motivatie om data fair te maken niet als strand bij de vraag of het juridisch wel mogelijk is om de data te delen. Ja, wie wil daar iets over zeggen? Dat die vraag nou net van jou moet komen, Suzanne. Ja. Nou, ik kan daar wel op ingaan. Het standaard antwoord wat ik daarbij heb is, er zit geen O in FAIR. FAIR is heel bewust is er gekozen voor de term accessible en niet voor open. Want inderdaad, een heel groot deel van de data kan niet open zijn. En FAIR, de A van FAIR, stelt dat je goed moet documenteren onder welke condities mensen toegang kunnen krijgen tot die data. En dat is alles wat er van belang is. Dus data kunnen heel sterke beperkingen hebben als je die maar documenteert. Ja, dus ik zou nog even inderdaad wat mensen uit de praktijk willen uitnodigen om ook te reageren op de vraag van Suzanne. En verder ook, gebruik alsjeblieft ook de Mentimeter om dingen erin te gooien. Het is een mooie motiverende opmerking van Rob eigenlijk. Hè? Dus het zou geen belemmering moeten zijn. Je moet weten wat je kan delen. Maar ik ben benieuwd of iemand daar ervaringen mee heeft. Ik vrees van wel. Ik zie jou praten, Harry, maar je staat op mute. Sorry. Ja, je vraagt iemand uit de praktijk om daar wat op te reageren. Ik weet bijvoorbeeld van het longkanker screeningsonderzoek wat in Nederland gebeurt, is de Nelson-studie, dat informed consent van 2003 of 2002, alle dingen die we nu graag zouden willen doen met deze data, een hoop dingen
op heel veel juridische problemen stuiten. En je dan in allerlei bochten moet wringen om die data, die met publiek geld allemaal gefinancierd zijn, grotendeels, om die toch beschikbaar te maken aan onderzoekers. En er zijn grote frustraties, moet ik zeggen, dat ja, een aantal dingen, inderdaad wat Rob eigenlijk al heel mooi zei, maakt ze accessible, maar ze zijn niet open. En ja, ik blijf dat een groot probleem vinden. Maar goed, zo zijn we eenmaal de juridische kaders gesteld. En ik denk dat wij naar de toekomst toe, dat we ons goed moeten realiseren, waar je ook al even naar verwees toen net, Jan-Willem, we moeten goed weten welke data gaan we nou wel en niet verzamelen en hoe verhoudt zich dat tot wat we er straks mee gaan doen en wat mogelijk is. We moeten niet allemaal data gaan verzamelen waar we straks toch niks mee kunnen. Ik denk dat dat ook wel even belangrijk is. Ja. En Harry, zie jij de oplossing voor die problemen vooral dan in het beter opstellen van toekomstig onderzoek? Of denk je dat er ook nog iets te doen is aan retrospectieve data? Ja, vind ik een lastige vraag. Sommige dingen zijn volgens de ene jurist wel en volgens de andere jurist weer niet. En dan kom ik in zo'n maalstroom terecht van 2 jaar lang gekibbel tussen allerlei juristen wat wel en niet kan binnen de huidige wetgeving. Weet je, ja, ik ben onderzoeker en daar wil ik in dat moeras wil ik niet terechtkomen. Dus ik denk dat het goed is om met elkaar helder te hebben. Jongens, wat is de intentie? Wat willen we straks gaan doen? En dan moeten we ook retrospectief met die data wat kunnen. Maar ik wil nog even benadrukken, en daar begon Jan Willem mee bij deze sessie. Het moet een self-learning system zijn. Hè? En als het een self-learning system is, dan zullen de data continu binnenstromen. En elke keer zou je naar een deel daarvan kunnen kijken. En daar leer ik wat van. In de praktijk. Alle mensen die in de praktijk zitten, die leren van zo'n cohort van 2 maanden, 3 maanden, 6 maanden. De COVID heeft ons dat heel duidelijk ook laten zien. Van hoe is de trend, hoe gaat dat? Dus ik denk dat je daar ook wel in mee mag gaan om dat voor alle data proberen te doen. En dan inderdaad binnen de juridische kaders enzovoort. Sorry. Ja, ik vind het heel mooi pleidooi. Ik denk dat dat ongeveer de missie is die wij voelen met z'n allen hier. Dus ik kan het alleen maar ondersteunen. We komen zo langzamerhand aan het eind. Normaal gesproken zou ik dan een applaus voor de sprekers vragen. Dat is wat moeilijk hier, maar hartelijk bedankt allemaal voor jullie inleiding. Met name Rob en Margreet. Ja, precies. Een handje kan in Teams. Ik denk dat de Mentimeter nog even een paar minuten open laten staan, zodat mensen nog nabranders erin kunnen typen. Ja. En ook hartelijk bedankt voor jullie input. Die zal in het verslag uiteraard terechtkomen. En de volgende sessie hiervan, daar kunnen we ons nog voor opgeven, denk ik, Robin. Ja, klopt. De volgende sessie zal over 2 weken plaatsvinden en jullie kunnen gewoon nog registreren. Ja. En tenslotte ook 5 oktober, waar Margreet al op hint, dan hebben wij een open helverij ochtend. Waar je voor kunt opgeven, is een face-to-face meeting in Utrecht. Dus is misschien ook wel eens verfrissend. En jullie zijn allemaal welkom om daar aanwezig te zijn. En bedankt voor jullie aanwezigheid in deze sessie.